Ik vind het bewonderenswaardig hoe Buurtoezicht in Lansingerland als een van de eerste in Nederland dit initiatief neemt. Buurtoezicht Lansingerland gaat samen met burgers verantwoord burgeronderzoek doen om de politie te ondersteunen. Het is volgens Buurtoezicht Lansingerland bekend dat de politie te weinig capaciteit heeft om alle delicten te onderzoeken. En ziet daarom mogelijkheden om dit samen met burgers zelf op te pakken. Om beleid rond deze nieuwe vorm van samenwerken met de politie vorm te geven, moet er volgens Buurttoezicht Landsegerland dan wel een nieuw platform komen. We zijn bezig nu met een soort landelijk faciliterend platform van allemaal buurttoezicht, initiatieven. En we willen dit, de, de, de kennis en kunde die we hebben, willen we dus daar gaan delen. Met andere woorden, implementeren we het ook in jullie dorpen, steden en wijken met de politie al daar. Ik vind het een heel goed initiatief. Burgers kunnen een hele belangrijke rol spelen als het gaat om veiligheid en openbare orde. En burgers pakken hier die rol in Lansingeland en dat vind ik heel positief. Er zijn inmiddels al veel buurtpreventie initiatieven met wat app-groepen actief. Daarin delen betrokken buurtbewoners verdachte situaties met elkaar. Uit onderzoek is gebleken dat daar een preventieve werking van uitgaat. En het geeft de inwoners een veiliger gevoel. Op het congres over buurtpreventie en buurttoezicht, wat vorige maand hier plaatsvond in Lanzingerland, kwam onder meer naar voren dat bijna alle initiatieven nog meer willen doen om bij te dragen aan de veiligheid in hun omgeving. We zien momenteel een afname toch wel in getallen, doordat we toch denk ik, meer preventiemaatregelen treffen in de totaliteit. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Zijn jullie niet bang dat jullie onderzoek de politie en de recherche juist tegenwerkt? Nou, daarom willen we ook samenwerken en niet tegenwerken. Dus wij vragen de politie: joh, kijk mee wat we doen als we dus fouten maken of zaken die uh, zaken belemmeren. Informeer ons. Ik denk dat we van de politie mogen verwachten dat zij helder aangeven wat er wel kan en wat er niet kan. En als ze dat goed doen, dan denk ik dat de politie zelfs capaciteit kan uitsparen, want de politie hoeft dan in een aantal gevallen ook niet meer een buurtonderzoek te doen. Die kunnen zich dan richten op de mensen die wel wat gezien hebben. En dat keuzeproces, wie heeft er wel wat gezien, wie heeft er niet wat gezien, hoeft de politie dan niet meer te doen. Maar dat kunnen ze aan een buurtoezichtgroep overlaten. Johan Lemme van de politie Midden-Schieland laat in een eerdere schriftelijke reactie weten dat samenwerken de sleutel tot succes is. Samen houden de wijk veilig. Hulp van buurtbewoners en natuurlijk ook van buurtoezicht is vaak onmisbaar om verdachte situaties te melden en misdrijven op te lossen. Ik denk dat de, de meeste politiemensen. en zeker ook de, de top van de politie. heel goed snapt wat hier gebeurt. Burgers worden actiever. Ik geef maar het voorbeeld. Hè. De meeste mensen gingen vroeger naar een reisbureau. om een reis te plannen. En dat doen ze tegenwoordig allemaal thuis. achter een laptopje of achter een computer. En zo gaat het ook met opsporing. Mensen kunnen veel meer zelf. En ik denk dat de politie daar juist heel graag gebruik van wil maken. Een woordvoerder van de gemeente laat in een reactie weten. Buurtoezicht Landsingenland is een gewaardeerde partner van de gemeente. We zijn op de hoogte van hun ambities en plannen voor doorontwikkeling in de toekomst. We gaan daarom graag samen met Buurtoezicht Landsingenland en politie hierover verder in gesprek. Ik vind het bewonderenswaardig hoe buurtoezicht in Landsingenland als een van de eerste in Nederland dit initiatief neemt. Door gewoon te zeggen: jongens, wij kunnen wat, wij, 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 wij zijn er, maak gebruik van ons. En dat vind ik super.